De evolutie van de aarde en mensheid wordt begeleid door hoogontwikkelde geestelijke wezens. Zij zorgen dat de bewustzijnsontwikkeling van de aarde ademt in de liefde van de schepperbron. Een deel van deze wezens koos 200.000 jaar geleden om zich los te maken uit deze verbinding en de aarde kwam hierdoor in een isolement. De verbinding met de bron verstoorde en er ontstond een collectief onderbewuste van angst, oorlog, verdeeldheid en afgescheidenheid. De hele geschiedenis van de mensheid is zo ontstaan in dat collectieve bewustzijn van isolement. 2000 jaar geleden is begonnen de hoogontwikkelde wezens vanuit de bron met het herstellen van de verbinding. Dit was de komst van het Christusbewustzijn. Wij noemen deze hersteloperatie het goddelijk plan. Na 2000 jaar, rond het jaar 2011, was dit klaar met de vorming van een compleet nieuw aarderaster. Nu is er een nieuwe bronenergie op de aarde toegankelijk. Daarom zie je nu de manipulatie van angsten, controle en verstoorde patronen zo heftig omhoog komen. Je kunt ze nu herkennen en oplossen. Als je verbinding met de bron versterkt, word je direct ondersteund in je keuze om uit de collectieve waan te stappen. Nu kun je kiezen van binnenuit. Jouw keuze is jouw sleutel op je bewustzijnsevolutie. Je herkent de waan van de dag en de herhaling van de matrix. Je kunt nu kiezen vanuit je verbinding met de bron, jouw innerlijke goddelijke essentie, en vanuit de allesdragende liefde van je goddelijke ouderpaar, de goddelijke vader-moeder. Your Ultimate Journey ondersteunt je om het collectief uit je cellen te verwijderen en compleet te ademen in de liefde van jouw goddelijke oorsprong, de goddelijke vader en moeder.